Ja, Wilco, het zit erop het seizoen. Eredivisie, hoe kijk jij terug dit seizoen? Nou, ik denk dat we er met z'n allen enorm van hebben genoten. Op de momenten dat het kon. We hebben natuurlijk wel tegenvallers gehad met corona. Het instorten van het stadion. Maar ik denk als je terugkomt in de Eredivisie, wil je handhaven. En je bent eigenlijk geen enkele speelronde in de problemen geweest in de buurt van degradatie. Dan mag je daar blij om zijn. Dat is een sportief technische. Elftal heeft zich goed staande gehouden. Dat betekent ook dat we een eredivisiewaardig elftal hebben geselecteerd. Jonge jongens hebben zich weer laten zien in de selectie. Nieuwe jongens zijn weer doorgebroken bij de selectie. Laatste wedstrijden, elke wedstrijd uitverkocht. Met bijna per wedstrijd een groeiende sfeer. Een beleving van NEC. Dus ik denk dat we gewoon tevreden kunnen zijn. En voor het eerste jaar Eredivisie. Was het misschien wel je moeilijkste seizoen als directeur hier? Dit is een lastig jaar geweest. Als je ziet corona en het overleven van de club. De schade die we daarvan gehad hebben. Daarnaast de rellen. En nog eens een keer het instorten. Ja, daar wordt er wel veel van je gevraagd. Maar ja, dat is ook een moment, ik heb het al eerder gezegd. Dan kun je ook je meerwaarde laten zien, laten voelen. Iedereen kan een betaald voetbalorganisatie leiden, zeg ik altijd, als het goed gaat. Maar als het niet goed gaat, dan moet je er staan. Dit jaar ging het op bepaalde momenten niet goed voor de club. En toen moest ik er staan. En dat vind ik dan ook wel weer een uitdaging. Dus. Doelstelling was handhaving. Dat lukte. Dat lukte al vrij vroeg. Maar we kunnen wel zeggen dat het seizoen een beetje in twee helften. Heel veel punten gehaald in het eerste seizoen. Tweede, na de winterstop lukte het niet zo. Maar was je wel blij toen die 34 punten gehaald werden? Wat achteraf trouwens niet genoeg zou zijn geweest. Nee, klopt. Ik was heel blij bij Cambuur, omdat ik toen wel voelde, toen we daar beneden stonden, dat merkte je aan iedereen. Die overwinning daar, dat hadden we het gevoel, nu zijn we veilig. Daar bleek dus achteraf nog wel iets meer voor nodig. Omdat we moesten ook tegen Go Ahead thuis toch nog wel een punt halen. Die avond dat al die ploegen onderin winnen. Dat was geloof ik 2 of 3 weken geleden. En ik 's ochtends wakker werd, zei mijn vrouw tegen mij. Ben je nou wel echt veilig? En toen ben ik toch nog een keer gaan kijken. En toen kon Sparta, moesten wel ergens een keer met 6-7-0 winnen. Of wij van PSV met 6-7-0 verliezen. Maar dat zat er nog in. Iets wat ook dit seizoen nieuw was voor de supporters. En misschien ook wel voor jou. Dat waren de videoboodschappen. Ja, zeker nadat het stadion, of in ieder geval een deel van het stadion, ingestort was. Je merkte dat er dan heel veel, dat had ik ook bij AZ al gezien, heel veel in de pers komt, in de media. En meer dan de helft gewoon niet waar. Je merkt ook heel veel onrust bij achterban, supporters, stakeholders, bisschopleden, ereleden. En die kun je niet allemaal persoonlijk bellen. Die week heb ik heel goed nagedacht. Ook met onze jongens van de communicatie en media gesproken. We moesten ook nog wel dingen rechtzetten naar aanleiding van Vitesse. Toen zijn we eigenlijk met de video-update begonnen. Maar je kunt ook dingen uitleggen. En dat hebben we ook gedaan met seizoenkaart of met de prijsverhogingen. Dan is het makkelijker om gewoon face-to-face wat dingen uit te leggen. En dan kan nog niet iedereen ermee eens zijn. Maar dan kun je ook gewoon de achterliggende redenen uitleggen. En dat doen we dan met onze woorden. En daar mag iedereen dan ook wat vinden. Ja, nou, je doelde net al even op de seizoenkaarten. Daar kwam wel wat kritiek op, hè? Had je dat achteraf toch niet anders moeten communiceren? Nee, dat heb ik toen ook al gezegd. Ook daar hebben we over nagedacht. Alles wat we doen, denken we over na. Het kan soms wel eens een keer verkeerd vallen. En dan had je misschien net een ander woord moeten gebruiken of een andere toon. Er is toen ook gezegd, ja, ze hebben de prijsverhogingen achtergehouden. Nou, dat is totaal niet zo. En dat heb ik ook gelijk bestreden. Vanaf januari heb ik al over prijsverhogingen gesproken. En ook fikse prijsverhogingen, omdat dat nodig was. We hebben alleen nooit het percentage van 20% genoemd. Dus ja, wij luisteren heus wel en ook naar die paar schreeuwers. Dat moet je wel filteren. Maar wij zien wel de grote gemene delen. Wij praten ook met de supportersraad. Een afvaardiging van alle tribunes. Nou, daar krijgen we ook wel de nuance door. En dat er kritiek op komt, dat is altijd vanuit mijn functie. En zeker ook als je zo'n videoboodschap maakt en een stapje naar voren doet en in de spotlights komt. Ja, dat gaat niet altijd bij iedereen goed vallen. Dus ook dit. En dat had mede denk ik wel te maken met prijsverhogingen en de compensatie. Ja, maar belangrijk ook, en dat roep je ook al wat langer, van nou, wij willen NEC, het moet naar een hoger niveau. Wij willen een vaste waarde worden in de Eredivisie. Dan horen dit soort dingen bij, dan horen dit soort prijzen misschien wel bij. Horen ook verbouwingen bij. Jullie hebben de kleedkamers al aangepakt, dat is veranderd. Nu zijn jullie ook bezig op de Eendracht. Wat gaan jullie daar doen? Het is eigenlijk een proces naar, zijn er 4 grote doelstellingen binnen 5 jaar vanaf promotie, dus vanaf vorig jaar mei. Eerste 9 willen we spelen, structureel. We willen de omzet van 10 naar 16 miljoen inkomsten hebben. Financieel stabieler en zelfstandiger in een gemoderniseerd stadion. En dat laatste hebben we echt nodig om die andere dingen te bereiken. Nou, die doelstellingen, daar hoort ook bij een bepaald klimaat van werken. Als jij spelers als Lasse Schöne wil halen, die moeten in een bepaald klimaat werken. Nou, dat proces zet je in. Daar hoort ook een kleedkamer bij.
dan kun je mensen niet in een kleedkamer van 1940 ontvangen. Daar hoort ook een spelershome bij. Daar zakten we gewoon door de stoelen heen. Ja, dat soort jongens zijn wel een andere omgeving gewend. Ook het kantoor nu. En nu de Eendracht. We zijn het hoofdveld achter ons wordt vernieuwd. Alle vierde velden op de Eendracht gaan eruit. Twee splinternieuwe kunstgrasvelden voor de jeugdacademie. Twee velden alleen voor het eerste elftal. Ook dat weer in die ontwikkeling waar we naartoe willen. Nou ja, dat is wel een proces wat we in gang zetten. Ja, heeft deze stap te maken dat daarom ook bijvoorbeeld gekozen is dat de amateurtak nu niet meer hier kan voetballen? Is nee, dat, die is al drie jaar geleden, toenmalig technisch directeur Remco Oversier, heeft toen ook een afspraak gemaakt met de amateurs. Die kwamen ook naar ons toe. Hadden het best wel moeilijk met de groei van hun vereniging. Om nog leden te krijgen. Wij groeien uit ons jasje op de Eendracht. Willen wij stabiel in die top 9 spelen, hebben we de ruimtes nodig. Alleen wil je groeien, ja, dan zul je die accommodatie eigenlijk helemaal voor de BVO moeten hebben. Dat klinkt naar, want sommige dingen in groei gaan ook ten koste van mensen of dingen. De groeiende club, wat ik net zei, gaat misschien ook ten koste van iemand straks die het niet bij kan benen. Amateurclub heeft moeite om te groeien. Ik denk ook dat op deze plek, met de mogelijkheden omdat wij ook hun velden bezetten, dat groei niet mogelijk is. Dus wat je dan gaat krijgen op deze plek, met de groeiambitie van de club, is dat het op de lange termijn heel moeilijk wordt voor de amateurs. Nou, nu zijn we aan het kijken naar een nieuwe kans voor de amateurs, waarbij wij als BVO betrokken willen zijn, financieel willen steunen. Dat hebben we de laatste jaren ook gedaan, daarmee echt de amateurs ook geholpen. Dat willen we ook in een nieuwe situatie doen. Dus mocht de amateursclub een stap maken naar nieuwe accommodatie, waar we ook bij betrokken zijn en waar we steunen, gaan ze die stap maken en helpen ze ons enorm. Betekent dat ook een inspanningsverplichting van onze kant? Ja, Rogier zei eerder in een interview van we missen gewoon ook een echte spits. Dat missen we eigenlijk al jaren. Hoe hard zijn jullie nu op zoek naar die echte spits? Ja, net zoals heel veel clubs natuurlijk. Waarom is het zo moeilijk om die te vinden? Ja, die zijn zeer spaarzaam. Iemand die gegarandeerd 15, 20 doelpunten maakt, die zijn of spaarzaam, want ze zijn er niet zoveel die garantie hebben, of ze zijn heel duur. Ja, snap je dat dan ook, hè? Want je zegt, ja, spits kost geld. Nou, er is er ook eentje gekomen die ook nog wel beladen was. Hè. Dat was Boni. Daar is best wel wat voor neergeteld. Dat mensen zeggen, ja, maar dat geld is er toch. Dan kun je toch ook een andere spits halen? Maar dat is natuurlijk maar voor een half seizoen is dat geweest. Maar ik denk ook wel dat wij hebben laten zien, ook het afgelopen seizoen, dat als wij een keer iets moeten doen, en dat bewijst dan ook bijvoorbeeld zoiets als Boni, dat we echt wel terug kunnen vallen. En extra geld vrij kunnen maken als die buitenkans zich voordoet. Nou is buitenkans ook weer zo'n woord. Het moet gewoon een zekerheidje zijn. Nou, dat was het in de winter niet wat we gedaan hebben. Nogmaals, ook een les uittrekken. Ja, twee keer niet gelukt, hè? Want we hadden ook Pedro Ruiz en die viel ook weer geblesseerd. En die zit nou ook weer. Wat is daar de status van? Nou, die is geblesseerd en opnieuw geopereerd. Dus die zien we voorlopig niet terug. Maar ik neem aan, als club heb je er ook van geleerd. Hè? Zo'n verhaal als Boni, het lijkt een buitenkantje, veel over gezegd. Dat je daar dan misschien toch kritischer naar gaat kijken? Nou, ik denk dat we daar intern al heel kritisch naar gekeken hebben op het moment dat zoiets speelde. En daar zijn keuzes gemaakt. En maar ja, je moet ook af en toe dingen doen om erachter te komen dat het niet goed is. En dat ook de mensen die uiteindelijk ook daar mede verantwoordelijk voor zijn, ook misschien zeggen, nou, dat had ik anders moeten doen. Nou, zo praten wij wel intern bij de club. En kom je er ook achter dat ik, of Ted, of Rogier, of Marcel, ja, we doen af en toe wel eens dingen die niet goed uitgepakt zijn. Maar er gebeurt ook op media, op marketing. Ja, dat hoort erbij. En als we dat van elkaar kunnen zeggen, dan kom je een stuk verder. Achter me wordt er een nieuw veld aangelegd. Het stadion. Hoe ver zijn we? Er zijn drie plannen. Ja, er zijn drie plannen. Die zijn we nu ook wel aan het doorrekenen. Dat is wel een complicerende factor nu aan het worden. Want de bouwprijzen stijgen enorm. En ik ben heel bang dat wel een voor de korte termijn, de komende anderhalf jaar, een kink in de kabel kan worden. Omdat prijzen stijgen met 20, 30, 40 procent. Ja, hoe kun je daar nog een prijs bepalen voor je stadion? We hebben de afgelopen drie jaar met kostendeskundigen gewerkt. Die hebben inschattingen gemaakt. Ja, die inschattingen kunnen gewoon de prullenbak in. Dus dat is wel een hele moeilijke factor die, denk ik, het komende jaar een rol gaat spelen. Er zijn drie concepten. Daar willen we na de zomer mee naar de raad toe om te kijken welk concept nou het beste past. Eén concept, bijvoorbeeld met de torentjes. Ja, hij geeft eigenlijk de minste bebouwing van het Goffertpark. Ja. Dus het minste beton in het park. Alleen daar is ook alweer wat
oppositie tegen. Aan de andere kant is het het makkelijkste concept om te bouwen en om het stadion ook snel te renoveren. Het derde concept, vogelnestje, waar een grote voorkeur voor was. Dat betekent wel weer dat er veel meer beton komt in het Goffertpark. Willen we dat? Dat heeft denk ik niet iedereen zich gerealiseerd. Woningbouw in de ronding ook en met de kwaliteit van wonen iets complexer dan de torentjes. Dus wij zijn er nog niet uit met welk concept wij naar de raad gaan. Maar goed, eerder zei je van nou, we willen eind dit jaar willen we daar duidelijkheid over hebben. Want we willen echt heel snel gaan bouwen. Is ook nodig. Kijk, dat proces zal zeker nog 2-3 jaar duren voordat die mensen in een nieuw stoeltje zitten. Voor het eind van het jaar willen wij wel 100% zeker weten welk concept het wordt. Of dat concept haalbaar is, want in die fase gaan we nu ook komen. Dus dat betekent ook of het financieel haalbaar is. Nou, daar zit wel die kink in, zeg maar. Van ja, die ontwikkeling van die bouwkosten die momenteel stijgen. Ja, maar wel fijn dat NEC toch zo leeft nog steeds. Ja, het is ongekend ook als ik in de stad kom of als ik aan het eten ben of als ik er doorheen loop. Ja, ik vind het wel heel leuk om mee te maken. Ik heb natuurlijk ook de eerste jaren meegemaakt dat het erg moeilijk was. Maar ik merk dat we met z'n allen wel wat neerzetten. En dat het leeft in de hele stad. Ik heb ook wel gemerkt dat het echt een club van ons allemaal is. En dat we met z'n allen, of het nou media is of supporters, Legio, SV, de businessclub OSRN... Het is echt de club van iedereen en iedereen geniet er zo van. En daar kan ik wel heel erg van genieten, ja. Ik hou niet lang op. Misschien was dat een nieuwe spits wel voor NEC. Dank je wel voor je tijd en een fijne vakantie. Op een nieuw seizoen. We gaan er even van genieten, ja. Dank je wel.